Het is zover. Deze naakte man gaat prappen. Hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Hij gaat het, de Evil Core in het paardje stoppen. In Geetje. Nee, niet in Geetje. Nee, niet in Geetje. A devilish unicorn. Unicorn. Hey broeder, welkom bij Ark, nieuwe aflevering. Heb jij al nieuwe merch? Je ziet ook elke keer alleen maar de voorkant, maar de rugkant, de achterkant. That's what's up. Ja, kun je het zien? Oké, cool. En de broek, hè. Ik heb nu geen sokken aan, maar goed. Ben blij dat ik een broek aan heb. Haal het snel, woody-shop.nl. Vind de golden ticket. Krijg de Nintendo Switch. Devilish Unicorn. Oké, we kunnen nog even dingen gewoon gaan overwegen. Want ik heb nu dus dit ding in mijn tas. De Evil Core voor Aqueous. Heel erg epic. Jij moet denk ik even unhitched worden. Mag, jullie zijn niet gehitched. Wedden jullie zijn gehitched. Ho, 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 ho. Oh, goh, ik zal me kapot lukken. Oké, ik kan niet meer op deze dino zitten. Misschien door een update zodat er iets geks is. Dus laten we hem even uitgooien. Die stond ook op 0, zag ik. Misschien zou het nu wel kunnen. Mijn paardje! Grietje! Grietje! Ik kan er niet op zitten. Wat? Oh. Vraag me af waarom ik er niet op kan zitten. Misschien moet ik een zadel hebben. Misschien wel, hè? Gewoon een klein zadeltje. Dat zou, ja, sorry jongens. Oh, er is trouwens wel, hè, voor zadels dus. Als je... Oh, dat was een bos volgens mij. En dan die Ascended Artifact bos, Loot bos. Je kon dus zo'n Devilish Saddle pakken, toch? En dit zijn al die... Ik weet dat je... Oh, kut. Waarom kon dat ook alweer? Je kon op een of andere manier betere kwaliteit zelfs krijgen. Of hogere armor en alles. Volgens mij was dat van een bos, man. Maar ik ben er nu eventjes kwijt. Met Ekkerskweet. Even kijken. Tier 2,5. Ja, die is in principe neer. Dodo Special. Nee, huh? Het was toch sowieso een bos variant of iets? Daar staat me toch wel echt iets voorbij. Ik heb trouwens een andere muis aangesloten. Epic, win. Hij doet het weer. Of ja, hij is nog kapot, maar deze doet het weer. Oh, Evil Core for Infected Dimorph. Dit weet ik nog steeds niet. Maar hiervoor heb ik Ancient Token Clusters nodig. En die heb ik dus nog niet. Descendant Essence. Petero Infected. Ik weet niet wat infected dino's zijn, zeg maar, in dit geval. Ja. Uranium Forge. We hebben Uranium Dust voor nodig. Ja. Oké, wacht. Ik ga gewoon de losse dingen opzoeken. Uranium Dust. Hoe krijgen we dat? Acid. Oké, hoe krijgen we acid? Oil en Spark Powder. Ja, oké, maar waar maken we acid in? Level 25 Ankrum. Nou ja, daar staat er dan natuurlijk net niet bij waar we dat in zouden moeten maken. Het staat, ja, requires dat. Zou ik het gewoon in mijn tas kunnen craften? Een beetje gek zijn, denk ik. Of we hebben hier dus voor die Ark-icon, die Godzilla Ark-icon nodig. Pick Summoner. Oh ja, en we hebben die tempel natuurlijk ook heel lang geleden ook geplaatst. Maar we weten niet wat we daarmee kunnen. Immune Upgrade, dat hebben we allemaal. Ik mis iets. Ik mis iets. Ik mis gewoon iets. Wacht. Zou het deze kunnen zijn? Godzilla Ark Egg. Wow, dit. Artifact. Fertilized Kargarodontosaurus Eye, what the fuck? Melt het element. Godzilla Ark Saddle. Oh, nee. Ik denk dat we deze gewoon moeten maken. De, ja, Godzilla Ark Icon. Want hier kan ik vast geen asset. Oh, het kan wel hier. Oké, ziek. Ik maak acid. Nou, we moeten genoeg element hebben in principe. Kijk, yes, hij wordt gecraft. Minecraft. Zeer epic. Oké. En we hebben het zadel van een paard, toch? Ik weet niet of ik dat zadel eraf moet halen in de tussentijd. We hebben hem. Oké. Nou, we gaan ons gewoon een beetje verdiepen in Godzilla. Gojira. En in de tussentijd gaan we natuurlijk gewoon sterker worden. Want we moeten ook echt even ancients gaan killen en die dingen farmen als dat lukt. En we moeten even kijken hoe we de volgende bos gaan benaderen en dat soort dingen. Maar dat gaat dus waarschijnlijk makkelijker als het broertje van Gee wat sterker is. Maar het ding is dus, moet ik hem levelen? Moet ik hem nog verder levelen voordat het zover is? Dat is wel de vraag. In principe kan ik eens heel erg op melee pompen. Ik weet niet of het invloed heeft, man. Waar ga ik nou nog niet op jou zitten? Mat, laat me op je zitten. Unhitch. Hij is wel gehitched. Oh, dat is echt een bug. Oh, oké, hij was wel gehitched. Yeah, let's go. Oké, nice. Dan gaan we nog heel eventjes wachten, want onze Godzilla Ark-icoon is bijna klaar. Kijk, al die reksen, jongen. Ik heb een leger, jongens. Tering zie ik. Al die devilish reksen. Baba. Dat vind ik wel echt heel dope, man. Hier kunnen we gewoon daadwerkelijk even goede dingen mee gaan doen. Alleen, ik ben wel bang als ik ze op een hoopje gooi met iets, dat ze dan allemaal doodgaan. Dus misschien moet ik er nog meer hebben. Oké, we hebben de Godzilla Ark-icoon. Oh, no snap point. Moet dit dan op een tempel? Oh, het moet op een tempel. Oh, wat ziek. Oké. Godzilla Ark Energy is recolted hier. Oh, huh. Godzilla Ark Energy. Het zit er... het wordt gegenerated. Moet ik er dan nog een maken? Ja, ik ga dat gewoon doen. Ik maak er gewoon twee. Yo, generate echt, man. Wat generate nou precies? Ik weet niet wat dat doet. Use the dissolve material. Oh, wacht. We hadden ook eens die asset voor nodig. Een level 50 ding was het. En voor die andere dingen moeten we dus ook nog bepaalde keys gaan maken, denk ik. Maar dan moeten we dus die agents verkillen. Oh ja, hier. Uranium Dust.
Uranus dust. Uranium dust. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 500 dust? Juist, ja, 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 ja. Oké, okay, ja, ja. Oké, okay, we hebben dus heel veel acid nodig. Heel veel. En dan raw metal. En dan hebben we dus 500 dust. Dit moeten wij ook nog gaan fixen. Dan moeten we deze week echt even gefixt hebben. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus even focussen op asset tussendoor. Dit is toch ziek? Oh, je kan er nog één craften. Oh, shit. Zal ik er nog één doen? Dat wordt wel intens als ik er nog eentje doe. Kan dat? Rip al mijn element, rip al mijn element. Oké, okay, dat was ook al mijn element. Ah, het is ziek. Oké, okay, maar dit is vet, dit is vet. Ik weet het is nog niet wat ik hiermee kan, maar oh, het stekt wel. Doe dit, kan ik het gebruiken? Kan het kan ook niet terug erin. Nou, oké, okay, we hebben het in ieder geval. Dat is goed. Asset hadden we dus nodig. Spark powder en... oil. Oil en spark powder. Oké, oké, oké. Dan lijkt het me handig om even de maximale spark powder kracht sowieso aan te zetten. We hadden 500 nodig, toch? Dan gaan we even keisnel rekenen. We hebben 500 van dit spul nodig. En het is 8 per ding. Dus hebben we 4k spark powder nodig. Weet je wat ik nu mis? Een mining drill. 4k spark powder. Ja, dan moet ik dus gewoon even heel veel stenen gaan hakken. Met deze pickaxe dan. Dan moet het zo lukken. Grietje. Oké, okay, Devilish Unicorn. Jij moet wel even een naam hebben nog, jongen. Ja, ik denk dat je naam verandert, maar... Grietje. Nou, even kijken hoeveel damage je doet. Dat wordt weer redelijk luid, zeker. Zo te zien doe je gewoon damage. Die veel HP. Descended Little Dodo. Kan ik die killen? Ik denk het niet. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik denk gewoon dat het niet kan. Oh, nee. Gaan we crashen? Wat gebeurt er? What's happening? Descended Oviraptor. Moet er geen dodo onder me staan? Oh, hij is daar. Hey, ik wil het wel proberen, man. En dit is ook een timer. Kom, hit hem, hit hem, hit hem, hit hem, hit hem, hit hem, hit hem. Hit hem. Hit hem, waarom hit ik hem niet? Kan ik hem gewoon niet raken? Hit ik hem nou wel? Ah, ik hit hem wel, man. Ik hit hem wel. Maar het doet gewoon niks. Het doet gewoon dikke vette saus. Dat is wat het doet. Het doet helemaal niks. Helemaal niks. Daar heb ik echt helemaal niks aan, man. Oké, okay, maar ja, we hebben wel gelukkig een paar leveltjes erbij. Maar dude, even kijken. 1000+% melee damage al. Runners. Ja, oké, okay, cool. Ja, ik denk dat ik even iets ga zoeken. Wow, voor een lijk. Voor een lijk. Gewoon een soort van test, zeg maar. En dan gaan we evo'en en dan slopen hem, hoop ik. Ik hoop dat die Pegasus gewoon van die bombaklap maandverband moest. Huisje, naast mijn deur. Ik wacht tot ze tech base hebben. Ik heb zelf nog geen stack base. Ik heb echt, qua base is het best wel treurig eigenlijk. Ja, het is wel heel mooi, maar het is wel gewoon treurig eigenlijk. Trash. Oh, ik doe even levelen tussendoor. Ik doe gewoon even zo. Ja, dit is chill, want dan krijg je gewoon gratis XP links en rechts, hè. Terwijl je gewoon naar je locatie toe rent. Dat is toch super nice. Heerlijk, heerlijk. Wat is dat? Descendant Oviraptor, Dilo. Oh, dat is een Celestial Titano. Dat moeten we niet gaan doen. Oh, ik doe het toch. Ik doe het toch. Ik doe het toch. We zijn het toch aan het doen. Oh nee, dat wil ik helemaal niet doen. Oh nee. Oh, het spijt me. Oh nee. Oh ja, die dingen zijn nu wel boos. Ja, ik krijg hem wel dood natuurlijk. Maar daar heb ik nu even niet zo heel veel aan. Oké. Okay. Oh ja, Abyssal kunnen we dus helemaal niks tegen doen net de laatste keer. Dus daar moeten we misschien dan dus een hele goede Divine voor hebben. Nou ja, ik zocht eigenlijk iets van een Devilish of een Divine. Die zit hier nog wel eens. Devilish Parasaur. Nou, die gaat het waarschijnlijk niet zo heel lang overleven. We kunnen even testsetjes doen. Nou. Oh, nee, daar gaat hij, daar gaat hij. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En hij is neer. Oh, niet per se veel damage of zo, maar... Ja, ik denk dat het gewoon tijd is dat we gaan evo'en. Ik denk dat het gewoon tijd is. Gewoon tijd. Descendant Viomia loopt hier ook echt rond. Gewoon tijd. Het is gewoon tijd, jongens. Is hij ook nog... Oh, oh nee, is een excellent. Nog een ancient misschien. Oké, okay, hier zijn heel veel descendant dino's. Maar is het dan ook veilig om hier te evo'en? Anders ben ik er een klein beetje bang voor. Ordinary dung beetle en een... Ik denk dat het hier wel gewoon moet kunnen, toch? Bij de artifact, of bij de pilaar, de blauwe pilaar. Ziekere plek is er niet, man. Ziekere plek is er niet. Oké. Okay. Geef me dat. Geef me... Ik denk je zadel. En dan... Ga je ervoor, man. Evo core in de Equus. Go your get... Wow! Wat? Wow! Wow! Dit is echt goddelijke shit. Goddelijke poep. Dit is het. Dit voelt wel echt alsof je zo... Zo Percy Jackson. Griekse mythologie, man. Oh, ziek. Oh, ziek. Oké. Okay. Wacht, laat me even al deze stenen hakken. Geertje! Yes! Mega Geertje. Oeh. Oeh, hij heeft wings. Hij heeft wings. Hij heeft wings. Zou ik erop kunnen zitten? Heb ik genoeg vlin, denk je? Ik denk het wel. Maar mijn game audio voelt opeens zachter zo. Wacht, we hadden heel veel spark powder nodig, toch? Ja, doe maar gewoon. Zullen we even doen? 20k flint. Dan hebben we meer dan genoeg, sowieso. Dus even één goede steen vinden, dan heb je het zo. Maar ik zit nu al op 16k, dus dat is perfect. Hops, oké. Okay. Kom maar. Nou, we hebben het. Perfect. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Land, Devilish Pegasus. Oké, okay, je had volgens mij 90k AP. Nu heb je 154. Heel ziek.
Je melee damage is dus niet geüpt. Of ja, hetzelfde gebleven eigenlijk. Dat is wel een dingetje. Maakt op zich niet uit. We kunnen nu wel even een soort van test gaan doen. Oh, wat is dit anders? Is dit een andere aanval? Wow, oh, hij is nu nog sneller. Oké, nou dat gaat allemaal heel snel dood. Yo, wat is hij snel, man? Dit ding is echt gruwelijk. Ja! Ja, de echte beste test is natuurlijk tegen een... Ja, tegen een Celestial of zo. Ik denk het wel. Ja, ik denk eigenlijk tegen een Celestial of iets, hè. Daar doen we tenminste, ja, de damage op. Maar kan deze nog iets speciaals of zo? Het is niet alsof deze nu een extra aanval heeft, hè. Nee, ik kan geen eens... Ja, ik kan een beetje map in de lucht, maar kan niet echt. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. In het watervechten is denk ik niet het beste wat ik kan doen. Ja, dit lijkt wel iets sneller neer te gaan. Nou, ja, hij staat natuurlijk niet vast op de grond. We doen een aardige damage, we doen een aardige damage. 16k per ding. 16k per ding is wel ziek trouwens. En dan staat hij nog ineens vast op de vuurplekjes van de grond. Oké, dan is deze denk ik wel redelijk sterk. Ja, 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 oké. Fair, vind ik wel fair. En dan kunnen we nu nog melee damage helemaal levelen. Naar, zo, knal maar door joh. 1000+, absoluut. Juist, ja, 1021%. Dus net deed hij 16k. Wat gaat hij nu doen, de maniac? Steeds 16k. Je moet volgens mij nog wel echt rennen. Je kan niet stilstaan. Maar moet je wel... Oké, hij is nu half dood. 5 divine kibbel om zo'n ding te vangen. Damn. Hij moet eigenlijk even naar het land gelokt worden. Ik denk dat hij de rand niet op kan. Oh, jawel. Natuurlijk kan hij dat. Grote jongen. Oh, grote jongen. Oeh. Oeh, geboe. Ik denk dat het nu echt snel moet gaan eigenlijk. Nee, niet per se. Hij gaat niet echt neer door de hit of zo. Het is echt een directe hit. Ik zie gewoon het casual een ton aftikken, weet je wel. Zo, dat is wel echt lekkere damage, hoor. Nou, nog één keertje dan maar om het af te leren. En dan weet ik waar ik sta. We slopen jou gewoon even lekker. Het is toch zo gezellig. Toch zo gezellig. En hij is neer. Toch? Nee, niet! What the fuck, heb ik weinig damage gedaan. Nou, bijna. 80 kp. 60. Brand neer. Let's go. Oké, let's go, let's go, let's go. Super chill. Heel erg chill. Oh, deze duikt een beetje naar beneden als een griffin lijkt wel. Heb je deze tassies? Oh, dat is een mooie tassie. Zo, dat was mooi. Wacht, ik dook deze echt als een griffin? Hold up. Ah, je kan het hier niet echt testen, maar volgens mij wel, man. Volgens mij wel. Oké, maar dit is nice. We kunnen nu dus... Ja, deze eigenlijk gewoon hetzelfde gaan gebruiken als hiervoor. Hij is alleen gewoon... Hij lijkt twee keer zo sterk. Daar komt het een beetje op neer. Hij lijkt twee keer zo sterk. Ligt er natuurlijk heel erg aan hoeveel je hit... Hoeveel je niet hit. Alleen wat is dan nu de volgende stap, vraag ik me vooral af. Dit breed... Zou ik dit kunnen breeden met dat? Oh, we hadden het eigenlijk van tevoren moeten breeden. Oh, wat stom. Oh nee. Greetje en Geertje zijn allebei mannetje. Oeps. Kunnen dat breeden? Niet. Kijk eens, zo. 1060. We zitten bijna full HD, jongens. Oké, dus het is wel chill dat we nu eindelijk deze tempel gewoon werken te hebben. Deze dingen moet ik dan eigenlijk ook ergens in kunnen verzamelen ofzo. Ik weet alleen niet dat ik hiermee kan. Maar goed, hè. Pff. Detail, detail, detail. Het is wel een structure die veel... Without energies, you can... With enough energies, you can do incredible things. Oké, als je er genoeg hebt. Maar waar... Wat is... Waarvoor? Of zo. Ik denk dat duidelijk wordt als we die forge hebben, man. Ik denk dat het echt is. Als we eenmaal die forge hebben, dan kunnen we best wel dingen te weten komen. Ik zou alleen willen dat ik die asset ergens anders nog kon craften in plaats van in mijn inventory. Dat zou gewoon heel erg mooi zijn. Oké, ik kan nu in ieder geval even dit doen. Ik moest 4k hebben, zei ik, hè. Nou, dat red ik easy als dit helemaal klaar is. Oké. En dan moest ik nog voor... Ik moest de raw metal hebben, volgens mij. Want acid, ja... Oh, oil. Ja, raw metal en oil moet ik even fixen. Oelie, oelie. Ik heb gelukkig een mooi plekje daarvoor. Pinguini Island. Hello, my brothers. Abyssal Dodo Rexy. Zou ik de damage op kunnen doen? Ik ga het gewoon proberen. Oh, fuck. Wat is dat? Een Celestial Megafiticus. Ja, die gaat stenen gooien, jongen. Daar ben ik echt een beetje bang voor. Kill hem, kill hem, kill hem, kill hem, kill hem, kill hem, kill hem. Doe de damage op. Volgens mij niet. Volgens mij gaat dit helemaal niks doen. Nee, dit is helemaal dikke vette saus. Ja, dat is dus echt gewoon een ding. Devilish en Abyssal. Dat zijn gewoon... De Devil staat onder de Abyssal, weet je wel. Net als de Divine onder de Celestial staat. Dus daarvoor moet je denk ik echt de tegen... Ei, een Divine Griffin, dat is wel ziek. Ja, eigenlijk moet ik dus gewoon een goede Divine hebben... wil ik deze kunnen killen. Maar dan moet ik wel degene vinden met een move zoals deze, weet je wel. Want deze is gewoon een soort van kaas move. En kaas move is toch wel gewoon heel nice. Een Celestial Wyvern, daar moet ik ook wel echt voor oppassen. Ik moet Divines hebben. Maar er zijn heel veel Celestials trouwens. Divine? Oh, ik hoop dat hij mij niet ziet. Ja. Oké. Oké. Oh, die Wyvern, die vind ik een beetje eng. Kan ik dit allemaal insta-killen of zo? Kan ik het dan ook insta-harvesten of zo? Nee, ik kan het alleen insta-killen. Hè? Nou, ik kwam hier eigenlijk niet voor de poly, maar... Hey, weet je, klein beetje poly. Klein beetje poly. Kan nooit kwaad, hè. Hier hebben we nu al 1k van 3 pinguinis. Easy.
Ik ben een beetje bang voor hem nu, want ik heb hem natuurlijk een klein beetje boos gemaakt. En dan hebben we ook nog dat. Waarom zitten jullie boven elkaar? Jullie zijn tegenhangers van elkaar. Ik vind het eng. Dat lijkt me geen slimme levenskeuze. Okay. Nee, kut, ik heb de oil gesloopt. Oh, wat dom. Oh, wat dom. Of heb jij nu oil? Nee, tuurlijk niet. Hé, hey, je hebt wel... Oh, hij had... Oké, okay. Hij harvest wel de... Wat gebeurt daar? Oh, Abyssal Power. Hij is aan het vechten tegen iets. Oké. Okay. Oh, mij krijg ik hier van de Descendants. Krijg... Oh, nee. Ik giet echt al die dingen weg. Dat is niet de bedoeling. Nee, kut, al die lijken. Oh. Make it rain, make it rain, make it rain. Nou, ah, de olietrip gaat lekker, jongens. Deze pickaxe maakt het leven ook wel echt stukken beter. Ik ga zo ook een flyby doen op dat eilandje. En kijk of ik met rechtermuis bijvoorbeeld poly kan verzamelen. Zou heel nice zijn. Ja, oké, okay, dan farm je wel poly. Oké. Okay. Check, dus als je gewoon iets op afstand killt, dan verzamel je het wel. Dus als ik hier gewoon een soort van flyby doe, dan verzamel ik mijn Pegasus wel gewoon vanzelf al olie. Ja, die Celestial ga ik daar dus niet mee kloten. Die Vines kan ik nog wel mee kloten. Celestials moet ik echt mee oppassen. Vooral als ze projectielen gooien. Dat kan opeens van kwaad naar erger gaan, zeg maar. Dat zeg ik terwijl ik dit ga doen. Dat is niet handig. Oh, dat is een Devilish al, what the fuck? Oh, dat is een... Oh nee, dat is een Divine. Een Divine en een Devil, man? Ja, en met die Wyverns in de buurt, jongens. Echt oppassen. Hier zijn zoveel Celestial Gorilla's. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb de aap getriggerd. Ik heb de aap getriggerd. Time to go. Time to go. Time to go. Oh, hier zitten heel veel dingen die ik niet wil triggeren. Heel veel dingen die ik niet wil triggeren. Oh nee. Ah, ik blijf ze triggeren. Het kan niet uit. Het kan niet uit. Ik herhaal. Het kan niet uit. Het zit vast. Oh, dat is nog iets wat ik niet wil triggeren. Wat is dat? Een Dragon Ball? Oh nee, recht op zijn hoofd of niet? Oh nee. Nee, ik maak alles kapot wat ik aanraak. Ik maak alles kapot wat ik aanraak. Is het klaar? Is het gestopt? Oké. Okay. Volgens mij is het ook een Divine RG of zo. Die lijkt me ook nog wel ziek om Poison Drake. Oh, die kun je ook nog evolven, volgens mij. Ja, we hebben best wel veel opties om te temen nu. Wat eet jij überhaupt? Excellent boskibble. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat kunnen we zo fixen. We got the honey, honey. Oh, wat zit hier nog allemaal, man? Lightning Dodorex. Maar dat is gewoon een excellent bos. Met twee Devilish Allo. Hier kunnen we wel even wat slopen. Oh, en een... Excellent Archie. Okay. Kijken of ik hier iets speciaals van krijg. Oh, ik wil wel... Iets onder mij wat me nog niet bevalt, denk ik. Ja, boscore. Oké. Okay. Divine shit kreeg ik. Maar geen Devilish shit. Hij heeft Unreal. Unreal Sanction. Huh? Wat is een Unreal hier te bemoeien? Oh, daar zit hij. Ja, twee Devilish. Divine RG 290. Dat is... Oh, maar dat is een Divine Guardian. Och, dat wil ik hebben dan. Dat is dus de variant van de Divine. Oh, wat vet. Oh, even stoppen met aanvallen. Oh, maar die valt echt... Oh, die valt echt heel veel torpen. 458k. 458. Ja, ik kan hem kiten met dit ding waar ik op zit. Zal ik een testsetje doen en gewoon weg? Natuurlijk is hij rete snel. Oh, shit. Hoi! Oh, hij heeft die aanval. Hij heeft die shotgun attack. Ja, ja, ja. Cool, cool, cool. Daar hoopte ik dus al stiekem op. Van welke mod was dat? Was dat Primal Fear? Ja, niet dat ik nu een Divine... Heb ik een Divine Kibble trouwens? Ja, blijft daar lekker hangen. Dat maakt mij niet uit. Als je daar lekker blijft hangen... Hij zit nu wel op een ton. Moet alleen echt op tijd weg. Maar het chill is volgens mij verliest hij de aandacht vrij snel. Dus als ik nu hier ben... 3, 2, 1... En... Nee? Oké, okay, ja. Nee. Oeh, nou... Hoor ik. Ja, zie je, nou is hij de aandacht al kwijt. Oh, maar dit kan ik dan easy knock-out krijgen. En weg. En weg. En weg. Ja, als ik iets heb waarmee ik dan kan bombarderen. Zie je die dingen vliegen? Ja, joh. Dan kan ik gewoon bombarderen. Dat is echt super nice. Als hij daar langzamer gaat vliegen. Volgens mij is dat nu. Oké, okay, hij moet wel eindigen boven de grond natuurlijk. Oh, ontwijk. Ja. Oké, okay, hij zit al op 3 ton. Ik heb zeker geen Divine Kibble bij. Ik ben nu aan het side missionen, jongens. Waarom doe ik dit dan ook? Oké, okay, hij is bijna knock-out. Als ik nog één clip, denk ik, in hem neer kan krijgen. Ah, nee, iets meer nog. Hij vlug weg. No, don't do it. Oh, dat is een perfecte plek. Reload, reload, schiet. Oh, oké. Oké, dat is perfect. Dat is perfect, dat is perfect. Oké, we hebben een half uur de tijd om dit te temen. Moet toch wel lukken, hé. Oké, we hebben nodig... 1 Divine Kibble. Isla de la tafel, because I'm the table man. Mooie tafel. Stopt onder mijn Rudy Shop merch. Rudy-shop.nl. Oké, okay, jongens, daar ben ik weer. Hallo. Oké, okay, we hebben genoeg spark powder trouwens. Nou, laten we eerst maar even die RG doen. Ah, ik craft er per 4. Ah, dan heb ik eigenlijk. Oké, okay, dan heb ik sowieso meer dan genoeg zometeen. Lekker, man. We maken progressie. Mensen, dus toch heerlijk. Ja, kibbeltje erbij. Lekker, bro. Lekker, bro. Ik moest wel even reconnecten, want ik kon dus niks meer poelen. Dus ik hoop eigenlijk dat dit nog werkt. Laatste, maar we gaan het zien. Soms haalt hij dit er dan uit, zeg maar, uit het geheugen omdat je reconnect.
Als dat gewoon meer in de sessie waar je zit. Nou, maar deze keer, hè. Deze keer lijkt het gewoon helemaal prima. Zo. Nou, eenmaal op. Ik denk dat je geen anti-healing fles nodig hebt, of wel? Of anti-food. Nou, doen we toch gewoon. Hier. Let's go! Let's go! Gewoon even random een heel mooi level gevonden. Nemen we mooi mee. Oh, dat is toch mooi. Dit vind ik zo jammer aan de center, hè. Ze hebben het nog niet gefixt. Dat is ook wel gewoon een beetje rampzalig. Gewoon die vergezichten. Hoe lang is de center nu uit? Een maand of zo? Kom op. Gooi er gewoon even een updateje overheen. Volgens mij is echt gewoon deze klaar. Gone. Klaar. Hoppa. Niks meer doen. Ik moet eigenlijk even een Godzilla vault maken of zo. Als ik al die dingen ga verzamelen. Ey, maar lekker jongens. Legendary ook gewoon. Even een zieke. Waar is die? Divine. En dit is de Celestial Boss of zo. Of de Divine Boss. De Guardian Boss. Hoe noem je dat? Divine RG. En deze heeft dus de. Ja, mensen die nog misschien nog de oude mods kennen. Deze heeft die zieke shotgun move, lijkt wel. Als je die dus van heel dichtbij doet. En dat is altijd het ding. Volgens mij was de Celestial Wyvern en de RG. Die had het in. Ja, als je dat van dichtbij doet, dan deed het hopen veel damage. Je moet alleen niet doodgaan tussendoor. Dat is het enige nadeel. Oké, en. War Generator. Deze moet ik ook echt een keer maken, man. Zo. Nou, gemaakt. Is er iets van een Argenta... Divine RG? Infected RG. Oh, ik wil weten wat het is. Devilish Soul, Descender Soul, Celestial Energy, Biotoxin, Celestial Wyvern Trophy. Ik weet geen eens hoe ik die allemaal krijg. Ja, oh ja, hoe kreeg ik die trophies, man? Infected Celestial Wyvern Soul, Abyssal Energy. Ja, zover zijn we nog niet. Hoe kreeg je die trophies inderdaad? Want ik heb best wel wat... Nou, niet zo. Wat gekild qua Celestials, maar ik kan gewoon niet vinden nu. Nee. Nee, dat wil gewoon niet, hè. Moet zoveel craften ook, jongen. Allright, maar op zich prima, want terwijl we craften kunnen we... ga ik hier neerzetten? Oké, bosses, T3. Oh, nee, ja. Aim a blank area for using. Ik denk dat het een craft is, toch geen summoner of wel? Descendant Devil Guardian. Oh. Descendant Artifact Bolt. Oh. Oh, Ancient Token Cluster. We moeten dus wel echt een Ancient gaan killen. Oké, we hebben bijna genoeg. En dan moeten we nu nog even raw metal zien te fixen. Zal ik het gewoon vast doen? Can be refined in a uranium fortunate eaters. No, no. Hoeveel krijg ik per kracht van dit? Want dit duurt ook al even. Zo, dit gaat echt eventjes duren. Ik hoop dat ik gewoon heel veel krijg per kracht. We gaan het zien. 10. Oh, 10. Oh, dat is super nice. We hebben 500 nodig. Dus we moeten eigenlijk maar 50 krachten. Oké, heel nice. Er staat ook echt gewoon... Don't eat it. No, no, no. Hoe niet? Ja, lekker man. Lekker. Nou jongens, als afsluiter, terwijl alles gecraft wordt, hebben we hier de nieuwe Divine. Oh, deze is snel. Oh ja, deze is echt heel nice. RG. En wat kan die, vraag je af? Nou, goede vraag. Geen idee. Hij geeft licht in het donker en hij kan... Wabam! Oké, shotgunnen. Maar kan die het vaak? Zo, oké. Maar ja, hij shotgunt wel hard, hoor. Ik weet alleen niet hoeveel damage het nou echt doet. Dat is een beetje lastig om te meten, omdat al die dingen stacken. Ik moet even een devilish vijand hebben of zo. Even snel levelen. Ja, lekker 633 al. Wat is hier allemaal? Descendant Tech Force Field. Huh? Huh? Kut, ik kan niet meer bij Jamie langs. Oh, wat geeft dat veel licht ook, jongen. Oké, je hoort iets sterkste zijn, toch? Oh, daar is hij ook helemaal uit aan het bouwen. Jamie is ook flink aan het bouwen. Ik heb gewoon één keer mijn huis gemaakt dat ik zoiets van... Oh, dit is mooi. Ah, nee, dit is mooi. Ja, dat is allemaal net niet, eigenlijk. Ja, daarmee moet ik oppassen. Tak, tak. Nou, 13k damage was in één keer zo weg. Ja, deze Archie kan ik dus echt... Oh, nee, wacht. Dat is een Celestial. Daar kan ik niks tegen. Ik moet even een Abyssal of zo hebben. Of een... Ja, ik kan het wel even proberen, maar als het goed is, doet dit niks. Oh. Nee, dat doet echt geen zak. Helemaal niks. Is het een Devilish Fiend? Nee, die zijn het Phoenix. Kom op! Maar even snel! Oké, hier zitten vaak Abyssals. Abyssal. Flamedrake. In de vulkaan. Daar. Hier lopen ze vaak. Divine Spino. Die zou ik wel moeten kunnen killen op zich. Divine tegen Divine hoort re... Oh nee, dat valt ook best wel tegen. Oh, jongens, niet landen. Kijk, als ik dus gewoon bij een bos zo kan blijven hangen en kan blijven, ja, beamen eigenlijk. Maar nu is het nog best zwak, vind ik. Dit gaat hem zeg maar zomaar niet worden. Maar het is nu even de vraag, wat doe je tegen een Abyssal Dino? Of een Devilish dus, maar... Voor nu even een Abyssal. Je wilt eigenlijk vooral dus een Celestial... Of een Divine Dino hebben die een of andere nuke kan doen. Daar heb je gewoon het allermeest aan. Daar zijn alle Abyssals hierheen, jongen. Nou, ik zie er gewoon geen één. Ik dacht dat hier vast wel een broedmoedertje op zijn minst moest lopen. Maar nee, hoor. Gewoon niet. Yo, helemaal niks. Disappointed. Oh, nee. Kijk, daar hebben we er één.
En dit is een Divine Griffin. Ja, toch? Ja, jongen, die wil ik wel hebben. Oké, oké. Nou ja. Oké, broedmoeder kan wel schieten, dus ik moet even de perfecte afstand. Ja, ja, wat moet ik hiervan zeggen? Ik kan het aimen. Ja, een beetje random hits van 2,2300 is ook net niks. Oké, ja, daar ga ik niet mee fokken. Ik weet niet precies wat je kan namelijk. Ah, ik kan in ieder geval een hele goede barbecue organiseren. Nee, dit is niet, dit heeft niet de convenience van de Pegasus, zeg maar. Nee, dit doet echt net schijt, man. Vraag me af of hier dingen dan voor zijn, zoals bepaalde zadels of power-ups. Nee, ik ga je niet meer fokken, dat gaan we niet doen. Ja, dan moeten we dus toch even een Celestial of een Divine... Ik had dit door elkaar. Een Divine gaan vinden die opgewassen is tegen dat soort dingen. En eentje die wel gewoon een ton damage kan doen op zijn minst met een aanval. Het voordeel is wel oprecht dat de Pegasus gewoon echt een taming machine is ook. Waar is hij eigenlijk? Scheertje. Scheertje. Die greetje wel, maar waar is Scheertje? Ben ik blind? Of ben ik een cryo? Nee, toch? Oh, daar. Alright, jongens. Thanks voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. De volgende aflevering kunnen we een stapje dichter bij Godzilla komen, denk ik. En gaan we dus naar, ja, gewoon even Divine uitspelen of zo. We gaan het wel zien. Yo, tot de volgende. Vergeet niet je merch te kopen. Golden ticket.